Wat is je verwachting naar aanzien van de toekomst van het betalingsverkeer? Nou, ik denk dat heel veel trends en ontwikkelingen die we vandaag de dag al zien, die gaan zich de komende jaren doorzetten. Zowel aan de consumentenkant als aan de winkelierskant. En ik denk hoe de toekomst echt precies uit gaat zien, dat weet niemand. Maar dat die anders zal zijn dan hoe het er nu uitziet, dat weet ik wel zeker. Komen er nieuwe spelers op de markt verwachten? Ja en nee. Ik verwacht enerzijds dat traditionele partijen zoals banken, maar ook partijen als Mastercard, een hele belangrijke rol blijven spelen in het betalingsverkeer in Nederland en internationaal. Daarnaast denk ik dat er een aantal nieuwe niche spelers komen die ook bepaalde onderdelen van het betalingsverkeer kunnen gaan invullen. Verwacht je dat de positie van Mastercard in gevaar is? Ik denk dat wij als Mastercard in Nederland, maar ook wereldwijd, een hele goede positie hebben. Uitgangspositie. Maar ja, je kan volgens mij vandaag de dag nooit stilzitten. Dus we zullen altijd scherp, innovatief en vernieuwend moeten blijven om die goede positie die we nu hebben te kunnen behouden en wellicht zelfs uit te breiden. Hier op het congres Toekomst van Betalingsverkeer zijn heel veel verschillende spelers. Wat leren jullie van elkaar? Nou, ik denk omdat de betaalketen uit zoveel verschillende partijen bestaat, is het sowieso goed om elkaar te leren kennen. En de meeste mensen kent elkaar wel. Tegelijkertijd, op zo'n dag als vandaag, hoor je net even een ander invalshoek, waardoor je wellicht zelf ook tot nieuwe inzichten kan komen. Dus ik denk dat het heeft gewoon sowieso toegevoegde waarde vanuit sociaal optiek, maar ook vanuit kennis en inzicht.